Wat heb je nou, wat is dat nog? Wat staat het plan van? Nee, dit is het verse ding erachter. Nee, dat is mais. Ja, dit is wel voor ons, ja, hè, deze. Ja, denk het wel. Dat gaan jullie eten. We gaan gewoon morgen of zo. Goed zo. Maar oké, okay, wat gaan we delen, wat gaan we niet delen? Ja, ik weet niet. Wat gaan jullie, wat gaan jullie delen? Dat is een bonen. Brood sowieso. Oké. Okay. Ja, de brood hebben we met jullie gedeeld. Hun komen met brood en bonen aan. En twee noedels voor hunzelf. En dan wil je ook nog mee eten met ons, met pasta en met rijst en met de eieren en met de mais. Hey, Jackie. Hey. Wat heb je allemaal gehaald? Eieren, pasta en boontjes. Dat je pasta hebt. Ja, jullie vroegen om pasta, dus ik dacht... Ja, wij hebben ook gekeken welke volkoren is. Ja, goed zo, volkoren. Ja. Slim. Dat ziet er goed. Ik dat is goed van jou. Wow. Ja. Dat blijf je langer vol. Ik leg heel veel alles weg. Kan helemaal alles helemaal vol. Ja, zullen wij even die pasta hier houden? Dan gaan we beginnen. Al direct. Oh, maar jullie delen jullie eten ook niet, toch? Jawel. Ja? Jawel. Oké, dan is het bij de rijst. Wacht, wat delen jullie dan? Wij hebben voor rijst hebben we bonen gehaald. Maar bonen zijn af, dit is 5. En ik heb net brood aan hun gegeven. Oké. Okay. Ja. Je moet een beetje oppassen op jullie sinds... Maar dan krijgen zij ook een brood, toch? Ja, dan ben je ook een stukje brood, ja. En Quinten ook. Ja, is goed. Ze hadden al noedels voor zichzelf gehaald. Ze dachten, weet je wat, prima. Ik laat wel gaan. Maar ik vond het wel raar, want eigenlijk had niemand dan iets voor zichzelf gehaald. En ze hadden voor de tweede keer iets voor hunzelf gehaald. Maar je bent al een keer eerder op aangesproken. Ja, ik vind het eigenlijk best kut, man. Wat? Gewoon de vibe, man. En vooral dan via Quinn en Sigi dan. Ja. Waarom dan? Ik zit met mijn brood met jullie te delen. Nee, dat snap ik. Maar ja, een brood staat voor mij dan wel gelijk aan het avondeten van vandaag. Mijn brood was 15 parels. En we hebben onze bonen. Dus ik snap het probleem niet. Je maakt een opmerking naar ons van ja, over halen jullie rijst. Weet je, maar waarom halen jullie dan geen rijst? Nou, want jullie hebben de meeste parels. Ja, maar dit is het hele ding. Kijk, wij kunnen niks doen dat wij de spennen willen winnen en parels verdienen. En die is gewoon super jaloers wat hier nou gebeurt. Dat vind ik echt niet. Super jaloers? Nee, dat heb je niet gezegd. Jawel. Denk je echt dat we jij kan niet delen en wij zijn jaloers. Ja, delen? Dat meen je niet. Ik zit met jullie te delen. Nee, oh my god. Nee, ik ben jaloers. Ik zie groen. Ik kan niet meer vooruit kijken. Deze jongens weten ook wel iedereen's knoppen te pushen. Hè? Het is wel frappant dat dezelfde twee personen de hele tijd ruzie hebben met mensen. Met iedereen. Kijk, we zitten hier te praten over dat wij de meeste parels hebben. Dat is niet wat je snapt. Maar alles wat wij hebben gehaald, hebben wij zojuist gedeeld. We hebben alleen die noedels daar nog liggen, die voor onszelf. Voor de rest, die bonen, die brood hebben we met jullie gedeeld. Voor de rest hebben wij ook niet meer, hè? We hebben niet meer gehaald. Je begrijpt het niet, maar het is niet erg. Ja, het is niet erg. Laat het zoals het is. Nou ja, weet je, ik vind het gewoon stom dat ik nu mijn brood heb lopen delen en dat ik dan alsnog scheve bekken krijg. Ja, ik bedoel, daar gaat het niet om. Ja, daar gaat het niet om. Waar het om gaat. Ik snap het niet. Ik begrijp het. Maar leg me het dan uit. Wat doen we? Maar probeer het iets, even één persoon. Je had een brood van 15 parels. Ja. We zouden eieren eten met bonen. Zij hebben bonen gehaald, we hebben eieren. Dat staat voor mij al gelijk aan het brood dat jullie geduld hebben. We hebben nu nog één blik bonen. We hebben nog rijst. Mushroom. Maar wij hadden dus gewoon dus meer moeten kopen. Grijp je? Ja, niet per se, denk ik. Maar ik denk, de intentie achter het kopen van die producten, daar gaat het mij mee. Kijk, toen jullie het brood kochten, was het niet het plan om het echt te delen. Dat zeiden jullie ook tegen Rob. Ja, dat was eerst het plan. Toen hebben jullie geswitcht omdat wij gewoon meer hadden gehaald. Ja. Toen hebben jullie dat brood gegeven, dat is hartstikke aardig. Maar het brood was niet bedoeld om te delen en het is niet iets waar we echt iets aan hebben. Ja. Maar jij praat over principes, maar wie begon het vanochtend? Wij waren met z'n tweeën, zeiden laten we alles delen, maar jij bent diegene die zei... Ja, klopt, heb ik gezegd, laten we alles niet voor onszelf delen. Houden. Ik snap de monster gewoon niet heel goed. Ik dacht gewoon, ja, je zit vanochtend te zeggen kies voor jezelf. En vervolgens zit je mij hier te haten dat we dat hebben gedaan. Dan denk ik, ja, meid, wat wil je? Waarom zit je nu te praten over principes? Omdat het principe was dat Rood 16 parels had en jullie 70. Klopt, en ze hebben toch eten gehad? Ze hebben toch eten gehad net voor mij? Maar ik ga hier niet in discussie over. Nee, maar jij zit... Je snapt het punt niet. Ziggy, hou je bek! Ik hou mijn bek in. Hou je bek! Wil je nog meer geklapt worden? Want ik doe het hier! Doe het voor ons. Dan ga je niet doen, schat. Dan ga je niet doen. Je moet even luisteren nou, ja. Nee, ik leg het je uit. Jij bent hier degene die letterlijk loopt te zetten. La 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 la. Hij begrijpt het, hij begrijpt het. Nee, ik begrijp het wel heel goed. Zij is gewoon wisselend. Ik heb tegen hun gezegd, hou je bek, oh my god, je stopt niet met praten. Jij stopt toch ook niet met praten, je moet er niet luisteren. Jij bent hier degene die vanochtend zegt... Ja, oké. Jij bent hier toch degene die vanochtend zegt, we gaan allemaal voor onszelf kiezen. Je zit dat is niet wat ik heb gezegd. Dat is wel wat je hebt gezegd. Kijk, we halen gewoon allemaal ons eigen eten. En als jij een snoepje van mij wil, mag je vast wel een snoepje van mij. En als hij een maaltijd wil, mag hij vast wel een maaltijd. Ik heb gezegd, dat is niet eerlijk als jij tegen hun zegt 10 parels in je leven. Als jij 70 hebt, zij hebben er 16. Ik geef mijn fucking eten toch aan, hou je bek! Ik ben toch aan het praten, ik heb toch ook naar jou geluisterd. Ga je naar mij schreeuwen dan? Ik heb toch... Ik ga schreeuwen. Ik ga jullie slaan.
samen. Nee, 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 nee. Oké, dan hou je bek. Maar ben je alleen praatjes, dus hou je bek. Ik ga jou niet slaan, ik snap geen vrouw. Ik ga hem niet. Oh, je snapt geen vrouw, je bent een bitch. Oh, dankjewel. Dat is je, bent een bitch. Heerlijk.